Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag ga ik de Q&A over de zwangerschap doen, samen met de voetbal achter mij. Ik ga eerst een paar vragen met Niels beantwoorden en de rest van de vragen ga ik gewoon alleen doen, omdat dat meer over mij gaat en Niels er dan niet per se moet bijzitten. Dus Niels, join me! Oké. Okay. Het is voetbal, hè, mannetjes. Dus Niels heeft niet veel tijd. Het is voor Holland, hè, jongens. Kom maar, aan, hup, Holland, hup, hè. Ja, deze video komt pas binnen twee weken, denk ik. Oké, de eerste vraag. Waren we beide tegelijk klaar voor ons eerste kindje? Of eerst ik en dan jij? Of... Wij zijn allebei even klaar of even niet klaar, want ze zeggen toch altijd dat je er niet klaar voor kunt zijn, hè? Dat het wel vanzelf komt, ja, zeker. Hè? We zijn er klaar voor om een kindje te hebben. We hebben er al van het begin eigenlijk over gepraat, ook natuurlijk omdat we al 30 zijn allebei. Allee, toen nog 29. Ja. Maar ja, we hebben er eigenlijk van het begin altijd over gepraat en we waren er allebei sowieso klaar voor. Het klikt ook heel goed tussen ons nog altijd. En, het klikt. Oei. Ja, het klikt. Nee, ja. En ja, gewoon nog altijd. Ja, dat is waar. Ja, ik weet niet. Dus dat, ik kan het niet omschrijven. Dat is gewoon een gevoel wat ik bij u heb. En ik denk ook andersom als we daarover spreken. Dat alles gewoon goed voelt zo tussen ons zeker, en dat ze zo moeten gaan. We willen dus, ook geen babytje maken. Dat is zo verplicht, hè? Ja, snap nee, van vandaag moet het gebeuren. Een kindje uit liefde. Wow. Ja. Dat is de volgende vraag trouwens. Ah, van was het gepland? Ja, ergens wel, maar ja, niet ergens gepland wel, maar ergens ook niet. Dat het moest gebeuren. Nee, ik ben gestopt met de pillen in augustus. Dan deed ik natural cycles, dus temperatuur meten. Wat heel goed werkt trouwens. Ik ben niet per ongeluk zwanger geworden. En in januari van dit jaar, begin van het jaar, hebben we beslist van oké, we gaan er gewoon mee stoppen. We gaan zien wat er gebeurt. En dat hebben we gedaan. En 4 maanden eigenlijk, begin april, waren we zwanger. Ja. Dus Niels heeft goed geschoten en snel geschoten. Ja. Maar dus ja, het was gepland, we hadden beslist dat we een kindje wouden, maar ook wat? Nee, dat was grappig. Maar ook, we hebben er niet op gelet per se, wanneer we ovuleerden. Het is uit liefde gekomen, hè, schatje? Ja. Zoals we het wouden. Onze love baby. Goed, hè? Welk geslacht dachten jullie dat het ging worden en hadden jullie een voorkeur? Ondertussen is het geslacht bekend en we krijgen een jongetje. Ons klein hondje. Leuk, hè? Ja. We zijn er heel blij mee. Welk geslacht hadden we gedacht? Ik dacht in het begin altijd meisje, ook omdat ik moest overgeven en zo ziek was. Maar dus, het zijn fabels, want... Ja. Het is een ik had jongen gelijk naar mijn snelle zwemmer. Ja, en Niels dacht een jongen. Ja. Omdat we ik zijn... weet niet, maar ik had dat ergens gelezen. Hè? Ja, in uw boek, denk ik. Nee, ik denk niet. Ik weet het niet van waar. Maakt niet uit, maar we zijn bevrucht op de dag van mijn ovulatie uiteindelijk. En dan zouden de snelle zwemmers eerst bij het eindje komen en de snelle zijn altijd de jongetjes. Ja. De mannelijke cellen. Hadden we een voorkeur? Ergens totaal niet. Nee, ik niet. Allebei was goed, maar ergens had ik wel altijd al als meisje vroeger de droom om boysman te zijn. Om als eerste sowieso een jongetje te hebben. Maar nu dat ik zwanger was, had ik eigenlijk gewoon geen voorkeur niet meer. Had ik zoiets van als het maar gezond is en alles is welkom. Klopt. Maar toen we de ballon prikten, dacht ik toch wel even van oh my god, mijn droom. Dus ja, gewoon heel blij, hè, dat heel we ons babyboytje krijgen. De volgende vraag is, hebben jullie lang moeten proberen? Ja, nee, zoals we eigenlijk hebben eigenlijk al een beetje benoemd. Ja.
We zijn eigenlijk heel productief bezig. We zijn 5 vragen en 1 antwoord aan het doen. Ja, dat is echt. Ja, zo zijn we. Nee, maar eigenlijk totaal niet. We zijn one of the lucky ones, denk ik, waar het heel snel is gegaan. Ik weet dat heel veel mensen er moeite mee hebben en dat vind ik heel erg ook voor die mensen. Ik heb zelf te horen gekregen dat er een bepaald hormoon zou zijn waardoor ik niet snel zwanger zou worden. Dat is mij, toen was ik in het begin samen met u, dat ik ook direct vroeg tegen mij verteld. Ja. Ja, toen hebben we dat te horen gekregen bij een gynaecoloog na een test. En uiteindelijk is het gewoon heel snel gegaan en blijkt er helemaal niks mis. Dus ik weet niet wat daar misgelopen is toen. Maar ja, het is echt wel snel gegaan. Het was de 3e ovulatie. Ja. En vanaf de 3e ovulatie was het raak. Dus ja, ik denk wel, dan moet ik eerlijk zeggen, dat het echt wel heeft geholpen dat ik in augustus al met de pil ben gestopt. Ik was dus echt wel een half jaar pilvrij. Ik deed natural cycles. En als dan de ovulatie was, dan gebruikten we altijd een condoom. En dat heeft voor mij perfect gewerkt. Natuurlijk ieder voor zich en je moet je daar goed bij voelen. Maar ja, ik denk wel dat dat ergens heeft geholpen om op tijd te stoppen met de pil. Ja. Wat voor type ouders gaan jullie zijn, denk je? Goh, dat is moeilijk, hè? Dat weet je natuurlijk niet, hè? Nee, ja. Ik denk zo dat we hippe, toffe ouders gaan zijn. Ah, want wie weet, maar misschien word je een opbollig mens. Ja, misschien word je toch kei streng of zo. Maar ik denk niet dat ik super streng zou zijn. Dat denk ik niet. Ik denk wel gewoon dat we een goede opvoeding willen. Ik zou een nuchtere aanpak hebben, denk ik. Ja. Zo, we zouden alles rustig, zoals dat ze bij mij zelf eigenlijk hebben gedaan altijd. Hè. Ja. En bij mij thuis was het eigenlijk altijd, dat eerlijkheid was heel belangrijk. Ja. En zolang ik eerlijk was, was er eigenlijk weinig als, problemen. Als Niels bijvoorbeeld iets kapot deed of ja, ergens iets fout had gedaan of zo, als hij dat gewoon eerlijk zei, als zijn ouders dat vroegen, dan werd je ook niet gestraft. En dat vind ik ook wel iets mooi. Ja. Als je eerlijk zijt, dat eerlijkheid duurt ook het langst. Ja. Dat vind ik wel mooi. En ik denk ook wel, langs mijn kant, dat ik mijn kind zeer positief wil opvoeden. Dat hij positief in het leven staat. Dat heb ik ook van bij mijn thuis meegekregen. En ook ja, ik weet eigenlijk niet. Dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk om nu al te denken hoe je gaat zijn, want je weet dat natuurlijk niet. Ik denk wel dat we sowieso voor structuur willen gaan bij de opvoeding, zeker in het begin. Niet zo gaan zijn van kies wanneer je gaat slapen en zo gaan we denk ik niet zijn. We willen wel structuur hebben voor ons baby en ons kindje. En dan ja, ik wil gewoon ook wel positief zijn, ook een beetje met die eerlijkheid. Bijvoorbeeld als die iets kapot doet, iets breekt of zo, ook wel dat die weet van. Maar ja, nu zit dat wel enkele jaren verder, hè? Snap je? Nu zit dat al naar. Ja, is dat naar de, ouder, als die al wel een beetje. Allee, vier jaar. Kijk, Noah bijvoorbeeld van Celine, die begrijpt echt wel, hè? Noah is een heel slim kind. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld als ik iets kapot doet of zo, ik zou echt niet de persoon zijn die zou zeggen van oh, wat heb je gedaan? En kwaad worden, zo zou ik helemaal niet zijn. Ik zou altijd wel zeggen van oké, dat is spijtig, dat is erg dat het kapot is. Maar er zijn ook wel altijd ergere dingen en zo. Ik wil ergens dat hij beseft van oké, dat is niet goed dat ik dat kapot heb gedaan, maar ook wel beseft van het is niet het einde van de wereld. Nee. Dus ergens ook wel die positiviteit erin houden en inderdaad dat ze eerlijk zijn, vind ik ook wel heel belangrijk. Ja. Maar voor de rest denk ik wel dat we toffe ouders zouden zijn. Ja, ik denk dat. Ik hoop dat. Ja, en wat ik ook wel heel belangrijk vind is open gezin, heel open communicatie tussen ons, dat ons kindje gewoon voor alles terecht kan. Zo, dat heb ik ook bij mijn ouders meegekregen. Jij ook trouwens, want ik weet bepaalde dingen die jij aan je ouders hebt verteld, die chapeau zijn die je ooit hebt gedaan en zo, dat je dat tegen je ouders hebt verteld. En ik heb ook echt met alles bij mijn ouders terecht gekunnen. Alles
maar effectief alles wat mijn ouders soms zeiden, want Alyssa, nu vertelt je ons te veel over seks of zo bijvoorbeeld. Maar ik wil wel ook dat ons kind weet van je mocht voor alles bij ons terecht. En niks is taboe, niks is uit de boze en alles kan gewoon besproken worden. Dus dat vind ik ook wel heel belangrijk. Gewoon open communicatie, open gezin, dat we over alles kunnen praten. Want dat hebben we met elkaar ook wel echt. Ja, sowieso. Ja. Hoe voelt Niels zich op het moment bij de zwangerschap? Bij de zwangerschap staat er niet. Maar ik... Ik voel me op dit moment hongerig. Ik heb een beetje honger. Dus ja, de match is nog bezig. Dus ik zou gewoon liefst een zakje chips gaan eten en gaan verder kijken. En niet met de dingen. Oh, garm, jawel. Je ziet het, mannetjes. Niels ziet jullie niet graag. Niels wil niet graag vragen beantwoorden door jullie. Nee, hoe voelt je je? Ik voel me goed eigenlijk. Ik voel me klaar. Nee, ik voel me goed. Excited. Eén ding is echt... Een beetje beschermend naar u toe ook wel. Ja, Niels is wel heel zo beschermend naar mij. Meer zo... Naar de baby, of course, vooral ook. Ook zo meer bezig met wat ik doe of zo, van zijt voorzichtig of zo. Ja. Plus, ik heb totaal geen last van zwangerschapshormonen. Nee. Niet emotioneel, niks. Ik ben gewoon hetzelfde als ervoor. En Niels daarentegen... Niels heeft de zwangerschapshormonen gekregen. Dat is echt waar, ik heb geen water meer in mijn ogen, dat is allemaal eruit. Niels heeft sinds dat ik zwanger ben al zoveel gehuild. Ik heb u echt... 4 keer. Ja, maar ik heb u... Ervoor nooit. Ik heb u misschien 1 keer of 2 keer ervoor zien huilen, maar echt niet. Nee. Jawel, ik heb u alles zien huilen. Maar alleszins niet zoals nu. En dan was het ook voor iets slecht of zo, maar nu echt zo happy tears. Bij, toen ik het u vertelde, oké, toen heb ik ook wel geweend toen ik het zelf wist. Bij de gender reveal heb je geweend. De dag erna. Ja, zeker, we kunnen nog u aan droog praten. Houden als, u, als, ja, als, mijn ma- als mijn maken er zo aankomt. En... Ja, goed gedaan, ja. Maar ja, gedaan, mijn ouders ook. Natuurlijk, maar. Dat dat aan begint. Ik heb niet moeten wenen. Zelfs bij Charlotte, haar baby shower, toen Charlotte haar ouders liedjes zongen voor Charlotte. Ja, jij denkt dat ik toen geweend heb. Jij had traanogen. Ah, dat is niet wenen, hè, dat is wateren. Ja, water, ogen, wateren. Ja, dan. Dat was niemand school, was aan het wenen buiten Céline, die zwanger is, en Niels. Dat was ook een schoon emotioneel moment, dat was toch chic? Ja, dat is wel waar. Nou, voilà. Maar ook als chapeau zo... voor die mensen dat die dat hebben gedaan, dat was ja, mooi. Dat is chic, waar. Goed dat gedaan. Is wel waar. Maar ook als je zo... Ga dat ooit ook doen voor onze... Ja, zingen. Ja, zingen, ja. En dat ik kan zingen. Oké. Okay. Als je nee, zegt, staat op video, nee, ik kan nee, er nee, niet nee. meer onderuit. Nee, dat gaan we knippen dan. Ja. Maar ja, ik denk dat je wel sowieso goed voelt, hè. Ja, ja, zeker. Ja, erbij. Ja, we zijn heel gelukkig, allebei. Ja. Ja. Ja, ik weet niet, we zijn gewoon wel echt... Een goeie team, hè. Ja, en over the moon happy, hè. Ja. Ja. Oké, Niels, u mag. Dat was bijna gewoon. U mag beschikken, dan ga ik de rest nog verder vragen. Dat is goed, hè. Als er iets nog voor bye u is, dan zal ik u nog terugroepen. Voilà, als iemand nog iets wilt meten van mij, zeg het maar en dan kom ik terug, hè. Om het hoekje. Ja. Voorzichtig, hè, schatje. Ik zit hier, we gaan u nog zien, hè, daar in de zetel. Oké, de volgende vraag. Ben je bang met de katten voor toxoplasmose? Nee, eigenlijk totaal niet. Ik ben getest op toxoplasmose. Ik heb het ook nog nooit gehad. Maar het enige wat ik gewoon niet doe, is de kattenbak zuiver maken. Dat doet Niels nu altijd. Dus ik kom niet in aanraking met hun uitwerpselen. Maar ik aai mijn katten gewoon en alles. Dus dat is ook geen probleem, heeft de gynaecoloog ook gewoon gezegd. Dus ja, wanneer ben je uitgerekend? Volgens de eerste echo, de 8 weken echo, ben ik uitgerekend op 25 december. Dus Christmas baby! Dat is wel heel speciaal, want ik hou ook wel echt van kerstmis, dus ik zou dat niet erg vinden. Maar volgens mijn tweede echo, de 12 weken echo, zou ik al een week vroeger zijn. Maar pas rond 20 weken gaan ze... kijken en die datum dan eigenlijk verzetten
of behouden. Of dus ja, het kan ook zijn dat het kindje anders lag en langer meten of zo. Dus ja, het zal ergens midden eind december zijn, alleszins. Drink ik nog alcohol? Nee, natuurlijk niet. Ik weet, ik heb voor Instagram en YouTube best wel wat gedaan alsof ik alcohol dronk, maar dat was altijd alcoholvrij. Ik heb alcoholvrije cava gedronken, alcoholvrije wijn, dat drink ik wel, maar er zit dus geen alcohol in. Vanaf het moment dat ik wist dat ik zwanger was, heb ik geen druppel alcohol niet meer aangeraakt. Deze vraag komt ook best veel. Kan ik nog borstvoeding geven met mijn borstvergroting? Jawel, ik kan nog borstvoeding geven. Ik wil ook heel graag proberen om borstvoeding te geven. Ik weet natuurlijk niet als dat gaat lukken, ja of nee. Maar ik wil dat heel graag doen. Proberen. En als het dan kan, wil ik toch wel, als het lukt, voor 3-4 maanden gaan. Zeker proberen om borstvoeding te geven tot die naar de crèche gaat gaan. Maar ik kan dus nog borstvoeding geven. Mijn implantaten zijn toen voor de spier geplaatst en mijn melkkanaal is niet overgeknipt. Dus voor de jonge meisjes die kijken, die graag een borstvergroting willen, laat dat alsjeblieft zo doen. Zeg ook van, kijk, ik wil nog kinderen, ik wil graag borstvoeding proberen te geven. Mijn dokter toen heeft dat zelf gezegd, heeft zelf tegen mij gezegd, kijk, je bent nog jong. We gaan uw implantaten voor uw spier plaatsen. Als je dan ooit kindjes hebt gehad, kunnen we die mooi achter de spier plaatsen en dan is uw spier nog niet uitgerokken. Dus dat was eerste wat hij zei. En die zei ook, we knippen uw melkkanaal niet over zodat je nog borstvoeding kunt geven. Daarom had ik ook een super goed gevoel bij die gynaecoloog, bij de dokter. Ik ben trouwens bij Global Care Clinic geweest en het is niet gesponsord. Ik heb alles zelf betaald toen, dus ondertussen al 7 jaar geleden. Maar dat kan ik dus nog. Wat gaan jullie doen moesten Celina en jij dezelfde naam willen voor jullie kindje? Dat is niet. Voor een meisje hadden we al direct een naam, het wordt nu een jongetje. Dus we zijn nog een beetje aan het twijfelen. Nou, we hebben wel een idee welke richting we uit willen. Céline weet ook waarvoor wij willen gaan. Wij weten waar Céline en Nick voor gaan. En dat zijn niet dezelfde namen. Dus ja, maar mocht dat geweest zijn, ja dan weet ik niet wat we hadden gedaan. Dan hadden we daar wel over gepraat natuurlijk. Maar ja, ik weet wel dat Céline een andere stijl heeft van namen als ons. Dus ik wist ook wel dat de namen die wij in gedacht hebben, dat zij die niet zouden nemen en andersom. Wat vind je van het gevoel om zwanger te zijn? Nu heel goed. De vraag kwam trouwens ook hoe ik mij voel en mij gevoeld heb. Nu voel ik me echt goed. Ik voel me, ja, goed. Ik voel me heel vrouwelijk. Ik vind het best leuk om een klein buikje te hebben. Ja, het is misschien raar, maar ik voel me echt wel goed aan. Heel vrouwelijk, ook best wel sexy op een of andere manier. Ik zei gisteren ook tegen Niels, ik vind het eigenlijk echt leuk om zwanger te zijn. Maar van week 5 tot en met week 9, denk ik, ben ik super misselijk geweest. Ik lag heel de tijd in de zetel of in bed en kon niks eten buiten beschuiten en puree en allemaal droge dingen. En toen dacht ik wel, oh god, als dit zwanger zijn is, not fun. Maar gelukkig dat is ook overgegaan en nu heb ik wel zoiets van, ik voel me goed en ja, nu is het ook totaal niet meer erg, ik weet niet. Ja, ik ben best ziek geweest. Ik heb overgegeven. Ik ben misselijk geweest. Er bestaan oplossingen voor. Ik heb van mijn gynaecoloog medicatie ervoor gekregen die veilig is voor zwangere vrouwen. En vanaf toen is het wel beter gegaan. Nu neem ik die medicatie niet meer, omdat ik mij terug wel goed voel. Sinds een beetje, nee, hoe lang neem ik die niet meer? 5 dagen denk ik. En ik voel me echt wel goed. Dus ja, de vraag komt ook veel. Hoe ik ben omgegaan met het ziek zijn, aangezien dat ik emetofobie heb.
Emetofobie, voor de mensen die dat niet kennen, is een angst om over te geven. Ik heb geen angst als iemand anders overgeeft. Kan ik perfect tegen. Ik kan voor iemand de emmer vasthouden als hij aan het overgeven is. Ik kan iemand helpen als hij aan het overgeven is. Geen problemen mee. Maar om zelf over te geven, daar krijg ik angsten van. Maar ik moet zeggen dat dat best goed is gegaan. De eerste keren dacht ik echt, oh fuck, en heb ik ook geweend als ik moest overgeven. Maar het is een ander soort overgeven. Het is niet zo als je buikgriep hebt of iets verkeerd hebt gegeten of zo. Het is eerder van, ik ben zo misselijk. Ik moet even overgeven en dan is dat over. Dus daarna voel ik mij ook altijd goed. En ik denk dat dat het gemakkelijker maakte in mijn hoofd, dat ik wist van zelfs voel ik me gewoon terug beter, dus even doorbijten en dan is het beter. En ja, de angstgevoelens gingen, sorry, gingen ook gewoon weg daardoor na een tijd. En ja, het werd gewoon gemakkelijker. Ik weet ook, dat heb ik gelezen, dat heel veel zwangere vrouwen na hun zwangerschap af zijn van de angst emetofobie. Dus ik hoop ergens dat ik zo'n vrouw ga zijn die daar vanaf is erna. Maar ja, oké, ik hoop niet te hard. Maar momenteel voel ik mij ook niet meer angstig. Dus ja, in het begin heel erg, heb veel geweend en nu heb ik er geen problemen mee. Maar nu de laatste weken heb ik ook niet meer overgegeven. Maar als ik nu denk van, oh, ik zou zelfs moeten overgeven, dan denk ik van, ah ja, oké, dan ben ik er daarna ook vanaf. Ik weet niet. Dus dat viel eigenlijk goed mee. Ik had hier ook echt bang voor hoe dat ging zijn als ik zwanger ging worden. Maar ik heb geprobeerd daar gewoon niet aan te denken. Het ding om een kindje te krijgen, de drang was sterker dan de angst voor de emetofobie. Zo heb ik gedacht en ik heb gedacht, wat komt, komt wel gewoon en we zien wel gewoon. Ik weet dat er velen zijn die daar voor die reden niet aan kindjes willen beginnen. Maar als je zo'n sterke kinderwens hebt en heel graag een kindje wilt, ga ervoor, echt waar, komt goed. Er bestaat medicatie tegen, overgeven en zo. Komt allemaal goed, dus laat u daardoor niet tegenhouden. Oké, ik ga bij deze dit deel van de Q&A al afsluiten. Want ik zie dat de video al 25 minuten gaat zijn. Maar ik ga sowieso een Q&A part 2 doen. Dus die komt er ook nog aan. Hopelijk vonden jullie het eerste deel leuk. Dus zeker thumbs up, laat een leuke comment na. Ik wil jullie ook allemaal graag nog eens bedanken voor alle steun, alle proficiats, alle berichtjes. Echt super lief, jullie zijn echt de beste. En ja, mijn hart is gewoon gevuld met liefde. Echt super fijn. We kunnen ook niet wachten om gewoon ons traject verder met jullie te delen. En we zijn gewoon super blij. En super blij dat we het met jullie kunnen delen. Dus ik zie jullie volgende keer. Dag Niels. Bye bye. Ze zien u niet zo. Je moet een beetje naar voren komen. Dag.